Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 32 van de Eredivisie en natuurlijk de wedstrijden die we gaan voorspellen voor speelronde 33 van de Eredivisie. De komende speelronde is op donderdag, dus vergeet zeker niet donderdagavond tot vrijdag overdag even te kijken of er een nieuwe aflevering is voor de speelronde daarna, want die is namelijk die volgende zondag alweer. Laten we gaan kijken wat speelronde 32 ons heeft gebracht. Sparta moest thuis tegen Vitesse, dat werd 3-0. Twente, Heracles werd 1-1. Heerenveen speelde 0-0 gelijk tegen FC Utrecht. AZ won moeizaam met 1-0 van Fortuna. VVV RKC werd 3-3. Emmen verloor met 0-4 van FC Groningen met Robben. Feyenoord, Ajax, de klassieker, werd 0-3. PEC tegen ADO werd 0-1. En Willem II verloor de laatste wedstrijd van PSV met 0-2. Dan gaan we kijken naar de ranglijst. Ajax is natuurlijk al kampioen sinds vorige speelronde en heeft 82 punten. PSV en AZ spelen nog voor de tweede plaats. PSV heeft 68 punten, dan komt AZ met 67 punten. Vitesse staat vierde met 60 punten, dan komt Feyenoord met 55. FC Utrecht staat zesde met 51 punten. FC Groningen zevende met 49 punten. En Sparta staat achtste met 43 punten. Net boven de streep, want Heracles heeft ook 43 punten. Fortuna staat 10e met 40 punten, dan komt Heerenveen met 39. FC Twente staat 12e met 38 punten, dan komt PEC met 35. RKC staat 14e met 27 punten, dan komt Willem II op de 15e plek met 25 punten. Emmen staat 16e met 24 punten en onderaan staan VVV en ADO. VVV heeft 23 punten en ADO 22. Dan gaan we kijken naar de voorspellers top 5. Luc staat bovenaan en hij is ook weekwinnaar geworden deze week. Dat heeft hij heel goed gedaan. Hij staat bovenaan met 278 punten. Dan komen Dilano en Mikey met 259 punten. Nak staat vierde met 251 punten. Jarno vijfde met 247 punten. Jesper staat zesde met 239 punten. Tijn zevende met 234 punten. En op de achtste plaats staat 232 punten staat Massimo. De rest is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. Dan zijn dit de wedstrijden die we gaan voorspellen voor speelronde 33 van de Eredivisie. ADO moet thuis tegen Willem II. Ajax moet thuis tegen VVV. FC Emmen ontvangt Heerenveen. Groningen speelt in Groningen tegen AZ. Fortuna ontvangt Vitesse. Heracles moet thuis tegen Feyenoord, PSV moet tegen PEC Zwolle, RKC ontvangt FC Twente en Sparta moet op het kasteel tegen FC Utrecht. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet dat er donderdag of vrijdag een nieuwe aflevering komt. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Adios, amigos.